ben de gekke Erasmussers. Jullie zijn intussen met 100.000. Dat zijn er ongeveer evenveel als een prankwerchter. Vroeger. Ooit. Zwat. Dat is een matter. Om die 100.000ste Erasmusser te vieren, organiseert Vlaanderen een wedstrijd met Epos. En de hoofdprijs, of eigenlijk de enige prijs, is een Interrail-pas voor 2 personen doorheen heel Europa. Dat wil zeggen 31 Europese landen. Jullie kunnen al die Erasmus-vrienden van vroeger terug gaan bezoeken. Opzoeken. Je weet wel, van een café of zo. En terug gekke herinneringen ophalen of culturele parels bezoeken, zoals de Duomo van Firenze of La Sagrada Familia in Barcelona of de Notre Dame in Parijs. Nee, niet de Notre Dame, niet de Notre Dame in Parijs. Zwat. Ben je op Erasmus geweest of was je een Erasmus stagestudent tussen 1 juni 2019 en 30 september 2020? Dat is binnenkort dus. Dan maak je kans. Schrijf hem in. Gewoon reizen naar Europa per trein. Super gratis. 2 personen. Wat moet je doen? Niet veel. Gewoon een Instagram-account aanmaken. Ik weet wel, de gram voor de jeugd en al. En daar wat foto's posten. Check het wedstrijdreglement op deze super gemakkelijke URL. Namelijk www. Check het reglement op de super gemakkelijke URL. Waar de fuck heb je een URL nou? Surf gewoon naar het super gemakkelijke internetadres. www.epos-vlaanderen.be/nl/wedstrijd-100k-erasmusser. Daar vind je alle details en het inschrijvingsformulier. Super gemakkelijk. Samen terug veilig op weg. Aha. Vanaf 12 jaar zijn alle reizigers verplicht om een mondmasker te dragen in de stations of per ons in de trein. Bedankt om rekening te houden met volgende voorzorgsmaatregelen. Graag gedaan. Luke, I am your father. En het beste is, die Interrail pas is voor 2021, dus dat is hopelijk zonder deze zeven. Tot dan. En nu slachten op een trein. Hè.